Hallo iedereen, we zijn hier beland in Gerasbergen nog altijd op de Vesten, een van de mooiere trekpleisters van de stad. Werd heraangelegd een aantal jaar geleden en heeft overal wel een mooi zicht zoals u kan zien. De woning zelf is een eenzinswoning, rijwoning, die een smalle voorgevel heeft, maar die eigenlijk wel heel ruim is binnenin. Dat komt vooral omdat de twee verdiepingen, de eerste en de tweede, uitgewerkt zijn en je dus geen zolder meer hebt en dus in totaal 4 slaapkamers hebt. Je komt binnen in de living, heel het gebouw uiteraard, die een aanzienlijke hoogte heeft van 3 meter, wat het ruimtelijk gevoel heel, heel goed maakt. Hè. De woning werd een aantal jaar geleden klaargestoomd om te verhuren, maar is zeker niet tiptop in orde. Het is een degelijke basis met een vernieuwde elektriciteit die echter niet conform is. Gebrek aan centrale verwarming, dus dat moet je ook zeker voorzien. Maar werd wel volledig gepleisterd, dus als dit deftig geschilderd wordt, dan heb je zeker wel al, ben je zeker al een stap vooruit. U ziet ook dat er voorzieningen zijn voor spotjes en dergelijke, dus het is zeker een goede basis. Wat ideaal is de buitenruimte. Het kan natuurlijk altijd groter en mooier, maar voor een rijwoning is het toch wel meegenomen dat je buiten kan. De keuken, zoals u ziet, die is totaal verouderd, die moet vernieuwd worden. Maar ik zou het toch zeker op deze plaats laten, gezien de mogelijkheid voor verlichting, binnenvallen van het licht en mogelijkheid tot verluchten, wou ik zeggen. Dus dit is de koer die ik niet helemaal kan tonen, omdat deze vol rommel ligt, die binnenkort weggaat. Maar u ziet dus toch wel duidelijk dat er heel veel licht binnenkomt. Ook door de witte kleur is dat natuurlijk een leuk gegeven. Goed, even naar boven dan. Via de houten trap, die dus tussen de middenplaats en de voorplaats zit, kunnen we naar boven. En het leuke aan deze woningen is dat er voor een rijwoning, in heel veel rijwoningen kom je onmiddellijk in de kamers terecht. En hier heb je dan zo dat fenomeen, een overloop noemen wij dat, hè? Een hal eigenlijk. En dit is ongeveer 2 meter breed, zit tussen de twee kamers, die op zich wel heel groot zijn hoor. Misschien niet zo duidelijk op de video te zien, maar als u dan het plannetje of de schets bekijkt met de afmetingen erop, dan zal u toch wel verwonderd zijn van de grootte. Nog steeds een zeer grote hoogte, van 2,80 meter was dat hier. U ziet nog steeds geen centrale verwarming uiteraard. Het zijn nog altijd de gasvuurtjes die gebruikt worden voor te verwarmen. En dan de badkamer, terug weer. Op het eerste zicht zeer verfrissend. Witte faïence, maar totaal niet in orde. Hè. Ook een aantal gebroken tegels. Het raam is ook nog niet, geen dubbel glas, het is een uitzondering. De rest van de woning heeft al vernieuwd glas. Dus een woning die toch nog wel een beetje moet opgefrist worden, maar ik denk dat de prijs heel veel toelaat. Een open trap die dan naar de bovenverdieping gaat, wat vroeger de zolder was. Hier ziet u dat er toch wel zichtbaar vernieuwd werd aan de elektriciteit. Maar de keuring is aangevraagd op dit moment, maar zal niet conform zijn. Maar ja, is natuurlijk toch wel belangrijk om weten is dat je de elektriciteit dan toch niet moet volledig vernieuwen. Als de kabels al voorhanden zijn, de nieuwe kabels, dan is dat toch al een goede zaak. Ja, dus de derde kamer eigenlijk zit vooraan de Vesten, langs de straatkant. En heel leuk, hier zijn de ingemaakte kasten die bruikbaar zijn. Hè. En dan heb je hier langs de achterzijde de tweede kamer, nogmaals met ingemaakte kasten. En een vrij mooi zicht op de oude bergkant, met heel wat groen. En dan vooraan nog even de Vesten tonen, met ruime
genoeg parkeermogelijkheid. Toch niet onbelangrijk. Het dak zelf, als ik hier zit, dan kan ik u dat tonen. Zijn oude kunstlijen. Dat vergt toch wel, zal op zich niet gemakkelijk lekken, maar vergt toch wel enige vernieuwing. Dus toch ook wel een renovatiekost die te overwegen valt. En dan heeft hij nog een gedeelte zolder. Ik kan er helaas op de videoreportage niets van tonen, want ik ontbreek de stok om het te openen. Maar bij een begeleidbezoek krijgt u zeker toegang. Goed, ik ga met u nog even terug naar beneden, in de omgekeerde richting dus. Zo kan u nog even de structuur bekijken. Maar zoals ik zei, een zeer stevige basis aan een zeer correcte prijs, dacht ik, die nog onderhandelbaar is en die dus ja, de renovatie die nodig is, toelaat. Hè. Zulke woningen, als die gerenoveerd zijn, dan gaan die toch al vlug naar de eind de 100.000, dus naar de €200.000 toe. Dus de vraagprijs is hier zeker niet overdreven. Voilà, ik hoop jullie snel hier te mogen ontmoeten. Dag!